Nobody knows you. Nobody knows you like I do. De Amsterdamse band Mook heeft een turbulent jaar achter de rug. Nog voor het verschijnen van het album Shoreland werd de single Last Chance opgepikt door de NOS en gebruikt als underscore voor de samenvattingen van de Champions League. Nu ze zelfs Paul Weller tot hun fan mogen rekenen, lijkt hun jaar niet meer stuk te kunnen. Ik zoek ze op aan de vooravond van hun volgende mijlpaal. Hun eerste optreden op Lowlands. Hoe is dat nou allemaal ontstaan met Mook? Je bedoelt dat de band wel? Ja, hoe is de band met elkaar gekomen? Mook is begonnen met een telefoontje. Toen hij mij belde, dacht ik eigenlijk bij mezelf van waarom bel je nu pas, man? Felix kende ik al van Super Sub. Ik speelde in de laatste periode met hem. En hij nam een beetje initiatief om iets nieuws te beginnen. Ja. En Phil hebben we vrij snel gevonden, of dat is eigenlijk de kern, zeg maar, van de band. Ja. De rest van de jongens volgens mij voornamelijk uit de kroeg. En toen was er ineens Mook. Dan is er ineens een band, maar dan moet er ook een naam komen. Ja, een band een naam geven is een van de vervelendste dingen die er is. Oh ja? Mook is eigenlijk de roepnaam van de oom voor mij. Dat is een hele coole gast. Ja. In de jaren 70 heeft hij al nog vrij lang in de bak gezeten. Ja. Dus ik dacht van nou, dat lijkt me, ik ga gewoon mijn band een naam noemen. En dat vindt hij heel leuk. Ja, vindt hij het leuk? Ja, hij vindt het heel stoer. Ik geloof niet dat er iemand anders op deze wereld in Mook kan spelen. Nee? Nooit. Ik ook niet. Ja, tuurlijk wel, maar dat hoeven zij niet te weten. Nou, bijna drummer van Mook. Bijna drummer van Mook. Even oefenen, gewoon doorgaan. Nou, toen zijn jullie de studio ingegaan. En toen was ineens Paul Weller. Ja, Paul die zit vaak in dezelfde studio als waar wij opnemen, ja. In Studio 150. Ja. En we kenden hem allemaal al uit het nachtleven. En ik kom thuis en dacht, Paul Weller, bier doen, kan dat nou maar. Ja. En toen heeft hij gezegd, heel laat in de kroeg, vlak voordat hij van zijn kruk viel, dat we zijn voorprogramma moesten komen doen in Londen. Ja. Dat vonden wij heel erg leuk, maar we wilden het ook nog even horen als hij nuchter was. Ja. En de volgende dag belde hij dat dat... Dat hij niet vergeten was, dat de Korte Kof nog niet toegeslagen was. Nu komt de volgende mijlpaal eraan. Ja. Lowlands. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is toch iets bijzonders, lijkt me. Dus in Nederland is dat heel bijzonder, ja. En heel belangrijk ook voor een band als Mook. Dus het is voor ons heel belangrijk om daar een hele goede show neer te zetten. Dat kon te laten zien dat Nederland heeft ook een hele goede gitaarband die internationaal ook mee kan draaien met die andere grote naam. Uiteindelijk is het gewoon een optreden zoals we doen. Maar de plek nu in de situatie en de sfeer, weet ik, kan heel bijzonder zijn. En ik verwacht wel dat het een heel bijzonder optreden gaat worden. Lowlands is er wel een. Wij kijken toch wel stiekem een beetje over een aantal optredens heen en denken van ja, daar moeten we wel op ons allerbest tot nu toe zijn. Yeah.
Hoe was het, mannen? Ja, dat is goed. Leuk, hoor. Kut hoor. Zo'n tent heel warm en zo, om te zweten. Denk om je nek. Ja, het is gek. Op een gegeven moment toen ik ging klappen met het publiek, stonden ze echt buiten die tent te klappen nog, jongen. Dat was echt te gek. Ja. Ja, dus helemaal buiten die tent daarachter zo echt zo. Hey. Maar, ja. Ga je doen? Pissen. Waarom? Veel bier gedronken tijdens het optreden.